Ja, Christophe, ja, ik zie je nog steeds genieten. Ja, geweldig. Hè? Iedereen had verwacht dat we een moeilijke wedstrijd gingen hebben. Eerste helft was niet makkelijk, was gelijk opgaand. Tweede helft blazen we ze volledig weg. Wederom bomvolle zaal in Hamme, nooit eerder gezien. Ik denk dat we hier opnieuw een topavond beleefd hebben, zaalvoetbal. Je gaat van voor de wedstrijd bezig met randactiviteiten. Ja, klopt. Natuurlijk, die twee scheidsrechters staan ook onder druk. Zij zien ook een bomvolle zaal. Veel druk erop, twee topteams tegen elkaar. Ja, dan weet je ook dat die af en toe wel een keer iets gaan controleren wat dat eigenlijk misschien niet direct met het spelletje te maken heeft. Nu goed, het zijn ook mensen. Ik heb toch eigenlijk een rode kaart gemist, want volgens mij was het toch wel een zware natrapfout van Hoboken. Ja, oké, goed. Ik vind persoonlijk dat in onze bond af en toe wel eens wat steviger mag gespeeld worden. Nu goed, ja, op het eind van de match, je weet dat. Ze zijn zelf ook allemaal voetballer geweest. Als je zoveel achter staat, komt er af en toe een beetje frustratie bij. En dan krijg je af en toe van die fouten. Zolang als dat er geen gekwetsten zijn, oké, dan is dat heel snel vergeten. Ja, op het laatste nog, die penalty die je krijgt. En dan twee spelers die graag willen trappen. Maar jullie hakken de knoop door en je laat de nummer 20 een tweede maal scoren. Ja, dat zijn afspraken die op voorhand gemaakt zijn. Natuurlijk, iedere speler dat er dan staat, dat goed in de match zit, wil graag die penalty trappen voor zoveel publiek. Nu goed, ja, de afspraken zijn er om nageleefd te worden en die worden van onze kant echt wel de kop ingedrukt.